ochtend in Italië. En trucker Sebastian Hoefs is wakker geworden in zijn favoriete land. Hij heeft een mooie rit voor de boeg naar Toscane, maar de dag begint met een rituele reiniging. De wekker ging om 6:15. Dit is geen half werk. Ik doe altijd even mijn gezicht wassen. Als het restaurant 's ochtends niet open is, dan moet je gewoon wat. Dan maar naast de auto. Ik vind het op zich geen probleem, hoor. In Italië is dat helemaal zomers prima. Ik sla dit nooit over. Ik vind het prettig als je 's ochtends gewoon lekker fris begint en schoon. Top! Top. Zijn klant zit in Prato, 20 kilometer ten noorden van Florence. Sebastian houdt van Italië. Niet alleen het landschap, maar ook de geschiedenis. Ja, we zitten nu dus midden in Toscane. Nou ja, dat is wel voor veel mensen de streek. En ik vind het zelf ook mooi, hoor. Ik vind het echt, het is leuk. Ik weet aardig veel van Italië, maar ik vind het ook interessant, want ik zoek het ook gewoon op. Soms maak je dingen mee en dan hoor je wat, maar hier moet kijken, links. Je ziet allemaal kwekerijen, we zitten nu bij de regio Pistoia. En er komen eigenlijk de meeste planten vandaan die je gewoon in Nederland in het tuincentrum vindt. Dat komt allemaal hier vandaan. Van de coniferen en palmen en olijfbomen. Dat kweken ze hier allemaal op en dan gaat het overal naar de tuincentrums. Ja, ik zoek het op. Als ik in bepaalde regio's rij en dan zie je bijvoorbeeld een bordje en dan zoek ik op wat dat is. Ik vind dat interessant. Dat is meer ook de interesse in het land. Ja, hier krijg je een vakantiegevoel van. Hier zitten alle badplaatsen. Massa, Carrara, Marina di Massa, Via Reggio. Als ik bijvoorbeeld smiddags om 3:00 of zo stilsta en ik sta dichtbij, ja, waarom zou ik het niet doen? Ga dan lekker naar het strand. Ik kan ook in die auto blijven zitten, maar ik ga dan lekker naar het strand. Heerlijk. De vrachtwagen die parkeer ik dan gewoon bij een restaurant waar ik 's avonds ga eten. En dan is soms maar een klein stukje lopen naar het strand. Nou, dan plaats ik vaak een foto op mijn social media of zo en dan... Dan komen de reacties weer van hij heeft het weer voor elkaar. Maar je moet het ook voor jezelf toch aangenaam maken. Ik kan ook gewoon stom voor me uit gaan zitten kijken als ik tenminste om 3:00 of zo klaar ben. Door de vooruit. Nou, dan ga ik liever naar het strand. Groot gelijk heeft hij. Maar dat kan hij nu op zijn buik schrijven. Hij moet namelijk naar een klant zonder strand. En Sebastian zal al zijn skills in de strijd moeten gooien. Het is krap. Heel krap. Zo. Oh, ik wou zeggen, gaat het hek even dicht. Goeiedag. Het is ook weer een brede ingang, jongens. Ik blijf me verbazen over al die inritten en zo. Waarom is het allemaal zo krap, jongens? Mighty Truckers bij Discovery.